Oké, okay. Die zondag in Zwolle was hectisch. Maar deze zondag in Eindhoven wordt volgens mij fucking tof. Hey kijkers van Sjaak, mijn naam is Shaquille Plak en welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik het hebben over onder andere meetings, mijn kanaal, mijn livestreams en nog veel meer. Ja, we beginnen met de meetings en ik begin ook meteen. Zullen we even kijken of we weer de 1000 likes kunnen halen op deze video? Dat zou super awesome zijn, dus druk even op het duimpje omhoog en kijken we of we de 1000 kunnen halen. Let's go! Ja, meetings. De meetings. Vorige week zondag was er namelijk een meeting in Zwolle. Daar ben ik met niet het hele groepje van ons gegaan. Want de Belgen hadden namelijk ook een eigen meeting in België. En dat was dus hartstikke tof om te zien dat ook in België er van alles bezig is met YouTube, et cetera. En in Zwolle, dat was amazing. Ik heb nog nooit zoveel mensen om me heen gehad waar van een handtekening wouden, een foto. I don't know. Het was echt super, super, super sick om te zien dat er zoveel mensen kwamen kijken, of in ieder geval kwamen opdagen tijdens de meeting in Zwolle. Over meetings gesproken. Dankjewel, by the way, dat iedereen kwam. In Eindhoven is er ook weer een meeting en dat is de laatste Dutch Gathering official meeting in Eindhoven. Die is dus in Eindhoven. Alle informatie staat beneden in beschrijving, want daar vind je namelijk een Facebook linkje en dan kan je aanmelden, kan je zeggen van hey, ik ga. En dan kunnen de mensen van Dutch Gathering zien hoeveel mensen er eigenlijk aanwezig zullen zijn. Voor de mensen die zeggen van ik wist al waar het eigenlijk was, let op. De locatie is namelijk veranderd omdat er zoveel mensen komen en dat namelijk ook de Dutch Gathering team moest zeggen van we moeten de locatie omswitchen om naar een groter park of iets dergelijks te gaan. Nou, dat dus voor de meeting in Eindhoven. Aanstaande zondag 6 september vanaf 2 uur hoop ik jou te zien. Een babbeltje te maken, I don't know, iets leuks te doen. We zien wel, anyways, handtekeningen, je kan het maar opnoemen als weet ik veel wat. Ja, dat is dus de laatste Dutch Gathering meeting hier in Nederland. Maar er is namelijk ook een nieuwe meeting voor mij. Waar ik zelf nog nooit naartoe ben geweest. Ik zou vorig jaar ook naartoe gaan. En het is voor mijn mensen in België. De Belgische kijkers krijgen ook nu de opportunity om mij in ieder geval te ontmoeten. Dat is namelijk in Gameforce. Ik zal aanwezig zijn zaterdag en zondag 3 en 4 oktober dus. In Antwerpen / Gameforce. Het is een leuke gaming event. Ik ben er aanwezig. Ik ben er allebei de dagen, want ik blijf slapen bij Alex. Alex van Dun, dankjewel voor het laten komen slapen. Je weet zelf. En ja, dat is eigenlijk de meetings voor dit jaar, denk ik. Ik denk wel dat er nog wel meer meetings zouden komen of zo, maar dat zijn dan echt niet officiële meetings. Bijvoorbeeld, als je mij volgt op Twitter, by the way, echt doen. Als je mij volgt dus op Twitter, dan weet je wanneer ik ergens ben. Ik zeg heel vaak van, hey, ik ben in Amsterdam, of hey, ik ben in Hilversum, of hey, ik ben Utrecht Centraal. Als je er ook bent, zeg even hoi ofzo. En ja, dus dat is eigenlijk voor de meeting. Dan gaan we het hebben over mijn kanaal. Ja, ik weet dat er op dit moment heel veel aan de gang is van niet uploaden naar wel uploaden en niet uploaden naar wel uploaden. Daar heb ik goede redenen voor. Ik heb namelijk geen ideeën meer. Van die praatvideo's, wat ik nu bijvoorbeeld aan het doen ben, vind ik super leuk om te doen. Maar mijn games, ja, die zijn er niet ook echt die ik meer kan spelen. Natuurlijk is het leuk om een Skywars aflevering op te gaan nemen of whatever. Maar ik denk niet meer dat de kijkers van Nederland zo zitten te wachten weer op een Skywars aflevering. Dus ik ben zelf voor mezelf aan het kijken hoe ik dit een beetje kan voorkomen. En dat ik jullie wel natuurlijk gaming content kan leveren op mijn kanaal. Want het is natuurlijk Sjaak Plays is Sjaak geworden. Omdat ik zag dat de gaming niet meer echt terug werd gezien. Dus ja, eigenlijk dat. Ik hoop dat ik binnenkort gewoon nieuwe games kan spelen hier op mijn kanaal. Ik heb misschien wel een paar ideetjes. Maar dan moeten we wel even gaan kijken wat ik kan doen en hoe ik het ga uitvoeren en weet ik veel wat. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, en over mijn livestreams en uploaddatums en et cetera. Voor de mensen die mij niet kennen. Hi, ik ben Shaquille. Ik ben ook 19-jarige fulltime streamer op Twitch. Ik stream namelijk elke maandag tot en met vrijdag. Jullie hebben het goed gehoord. Elke werkdag om 8 uur. 8 uur 's avonds. 8 uur 's avonds ben ik gewoon te vinden op mijn Twitch kanaal. Het kan soms zijn dat ik namelijk niet stream. En als ik niet stream,
dan moet je me even volgen op Twitter. Maar dan zie je waarom ik niet stream bijvoorbeeld. De uploaddatums voor mijn channel weet ik nog niet. Ik probeer zoveel mogelijk video's te maken. Echter zouden de video's die je nu ziet bijvoorbeeld echt om 8 uur online komen. Dus je zou gewoon eigenlijk elke dag 8 uur of gewoon weer mijn Twitter moeten checken. Ik ben heel actief op social media. Gisteren hadden we namelijk ook een soort van Snapchat Q&A. Ik denk dat ik dat ook vaker ga doen, dus hou ook mijn social media in de gaten. Instagram, Twitter en Snapchat, dat zijn heel belangrijk voor mij. Daardoor kan ik heel erg snel met jullie interactie zoeken. Dus doe dat. Dus volg mij op die drie dingen. Ze staan beneden in de beschrijving. En ja, dat is het eigenlijk. Dus jullie weten nu meer over mijn uploadschema, mijn livestreamschema en natuurlijk ook wanneer ik te vinden ben bij bijvoorbeeld meetings. Onder andere zondag 6 september in Eindhoven. Ik hoop jou dan te zien en ik zou zeggen, doe een like op deze video. Kunnen we de 1000 likes halen? Dat zou super tof zijn. Jongens, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bye bye.